Jenava heeft heel lang zo zijn duistere kanten gehad. Een tijd geleden kwam een jongen, een onbekende jongen, met de naam Bart aan in Jenava om te trainen voor het leger. Niemand had ooit gedacht dat hij zo en zo machtig en sterk zou worden. Alleen op dit moment is hij ver van wat wij dachten dat hij eigenlijk was. Dit is het originele verhaal. De Kanta Tribo prequel. Wat is er met u aan de hand? Het was Bart. Hij heeft me voor de rovers gegooid. Wat bedoelt u? Wat ik bedoel, hij heeft me voor de rovers gegooid. En ik heb ze allemaal vermoord. Je moet zo snel mogelijk naar het ziekenhuis gaan. Nee. We gaan niet naar het ziekenhuis. We moeten per direct naar Koning Shemal. Roep alle koninklijke wachters. We moeten Bart zoeken. Ik wil hem levend. We moeten hem nu grijpen. Oh, God. Nee. Wat heb ik gedaan? Oh mijn God, generaal Meinert is nu gewoon waarschijnlijk dood en ik krijg de doodstraf straks. Wat ben ik een sukkel. Waarom doe ik dit soort dingen ook? Oh mijn God. Oh mijn God, ze gaan me afmaken. Hier staat de doodstraf op. Ad! Ad, ik... Oh, ik kan wel een drankje gebruiken nu. Die Lapsons is er niet. Oh mijn God. Oké, Ik moet naar Maan toe. We moeten met een plan komen. We moeten een plan verzinnen om het recht te zetten. Ja, ben ik een sukkel ook. Verschrikkelijke sukkel dat je bent. Oh man, ik heb iets verschrikkelijks gedaan. Bart, ook, hoe gaat het met je? Hoe gaat het met me? Hoe zie ik eruit? Ik heb iets verschrikkelijks gedaan. Ik heb generaal Meinert. Ik heb generaal Meinert voor een bende gegooid. Wat? Waarom? Ik weet het niet. Ik wilde meer macht, maar ik werd een beetje... Ik werd gek. Ik dacht van, als ik hem misschien voor die mensen gooi, dan krijg ik meer macht in Java, maar...
Ik heb me gerealiseerd dat er nu waarschijnlijk een onderzoek komt. Ze gaan sowieso onderzoeken hoe generaal Meinert gedood is. Is hij dood? Dat weet ik niet. Ik weet het niet. Hij is in ieder geval voor die bende gegooid. Dus hij is of opgepakt door die bende, of hij is gewoon vermoord. Je weet dat hij niet dood is. Ja, dat weet ik. Maar ik weet niet wat ik moet doen nu. Ik heb iets verschrikkelijks gedaan, man. We moeten een plan verzinnen. Je moet me helpen. We moeten hier weg. Sowieso. We zijn hier sowieso niet veilig. Dat kan toch niet? We kunnen niet vluchten. Luister. Waar moeten we naartoe dan? We zijn nergens in de wereld welkom. We zijn Jelavanen. Kunnen we niet verkleden of iets in die richting? We moeten weg zien te komen. Verkleden? Dat is... Nee, we moeten iets anders verzinnen. We moeten een plan verzinnen waardoor ik in je haven kan blijven. Ik wil hier niet weg. Luister, waarschijnlijk is generaal Meinert uit de weg geruimd. Dat betekent dus dat ik zijn plaats in kan nemen als generaal. Maar we moeten een manier verzinnen dat ik me kan bewijzen aan iemand. Dat moet een plan zijn. Aan Jamal zelf, of niet? Ja, aan Jamal zelf. Ik weet het niet. Maar hoe ga ik me bewijzen aan hem? Ik heb die man nog één keer in mijn leven gesproken. En toen ik hem sprak, was hij nogal, ja, knorrig, zeg maar. Luister. Wat als generaal Meinert niet dood is? Ja, ik hoop het. Maar hoe groot is die kans? Ik weet het niet. Weet je, wat heb je allemaal gedaan, man? Oké, luister. We hadden een roversbende. We moesten achter die roversbende aan. Dus we hadden een hele groep erop afgestuurd. En ik bleef achter als er wat misging om zeg maar het bericht door te geven. Het hele leger is uitgemoord door die gasten. Gedaan. En Meinert was de enige die over is. En ik heb Meinert gewoon in die groep geslagen. Ik weet niet wat me mankeert. Oké, een plan. We moeten een plan hebben. Kom op. Wat? Kan je niet mensen inhuren en dan iedereen... Ik weet het niet. Inhuren? En wie bedoel je dan? Ja, weet ik veel. Gewoon... Huurlingen, I don't know. Huurlingen, maar... Wat gaan die huurlingen dan doen? Ja, ik weet niet. Iets waardoor jij het vertrouwen kan winnen van Jamal. Wachten. Wacht. Er is zo'n bende. Er is zo'n zwarte bende. Wie bedoel je nu? Ja, er is ik weet niet hoe ze heten. Ik denk dat ik weet wie je bedoelt, ja. Ze hebben toegang tot potions. Ze kunnen onzichtbaar worden. Ze kunnen met vergif de hele wachters uitschakelen van de troonzaal. Ja. Wat nou als we die gasten inhuren? Net doen alsof die gasten de troonzaal aanvallen? En dat ik eraan kom en Jamal red? Oh, ja, wat anders. Ik denk dat we dit inderdaad moeten doen, maar je weet hoe gevaarlijk dit is. Als dit misgaat, dan... Ik weet het, maar ik weet niks anders. Ik weet niks anders. Ja, Denk je dat dit een goed idee is? Ja, ik denk het wel, maar we moeten... Hoe gaan we die man inhuren? Wie is daar? Waar ze zijn. Ik heb het gevoel dat ik achtervolg word. Ik heb het gevoel dat iedereen het weet wat ik heb gedaan. We moeten hier ook weg. We zijn hier niet veilig. Oké. Ik moet contact zoeken met die groep. Ik moet een aantal mensen... Oké, luister. Ik moet een aantal boeken vinden. Ik moet een aantal boeken vinden waar ik die groep kan vinden. Ik ga dat doen. Oké, jij gaat... Jij gaat ervoor zorgen dat er niemand achterkomt wat ik heb geflikt, oké? Is goed. Ik ga een plaats zoeken waar we tijdelijk kunnen verblijven. Zonder dat iemand er vanaf weet. Oké, is goed. Succes, partner. Ik spreek je. Ik moet hier weg. Spreek je. Oh mijn god. Oké, ik moet die groep vinden. Ik weet dat jullie ons niet mogen, maar jullie moeten mij helpen. Ik kan jullie heel veel goud geven. En dat niet alleen. Koppen van afgehakte Jelavanen. Hè? Hoe klinkt dat? Oké, jullie tijd gaat nu in. Let's go! En Iris had dus dat jurkje aan en het was gewoon zo lelijk dat mijn ogen spontaan verbranden. Het was, oh jeetje. Ja, dat heeft ze wel vaker aan, maar daarom mag mijn het er hebben. Nou ja, eigenlijk ook niet, maar... Wacht, bedoel je nou als ze wel een mooi jurkje aan had, dat jij haar zou willen? Dat zeg ik toch helemaal niet. Vrouwen,
heb ik helemaal niet gezegd. Ik heb zin om te slapen. Ik ben er klaar mee voor vandaag. Wat? Wat was dat? Ik hoor niks. Het is niks. Als dat die bitch van een Iris is, hè? Oh, ik sla haar echt heel erg hard. Waarom zou het Iris zijn, in godsnaam? Ja, misschien luistert ze ons af of zo. Nou, ga kijken. Wat is dat voor een lawaai? Ja, ga kijken. Ik anders slaap ik op de bank vanavond. Ja, ik ga wel kijken. Ik kom straks terug, ja? Ja, oké. Okay. What the fuck is dat? Wat hoor ik? Wie is daar? Wacht eens even. Het komt volgens mij een beetje van de troonzaal af. Oké, ik ga daar kijken, Ik heb geen zin, ik heb zin om te slapen. Ik ben hartstikke moe. What the fuck? Waar zijn mijn wachters? In godsnaam, waar zijn mijn wachters? Wachters, waar zitten jullie? Mijn wachters zijn nergens te bekennen. Wat hoor ik? Ik hoor een beetje wind. Windvlagen. In de naam van het koninkrijk de Yennava, laat jezelf zien! Waar zijn jullie? Oh mijn god. Oh mijn god! Ik heb jullie met z'n drieën pakken! Pakken! Stoppen jullie! Durven jullie wel tegen de koning? Oh, verdomme, ik zal jullie eens een lesje leren! Stelletje imbecielen, verlaat de troonzaal voor altijd. Ga weg, wegwezen, stelletje. Koningsamal, hoe gaat het? De grond. Koningsamal. Wie waren dat? Het zijn weer die verdomde. Het zijn weer die terroristen. Koningsamal, eet dit. Het zijn weer die gasten. Dit hoofdkwartier van de koninklijke wacht. Een aanslag hadden gepleegd. Maar wie zijn ze? Wat? Waarom vallen ze u aan? Ze willen Yennava vernietigen. Ze willen mij vernietigen. Maar jij hebt mij gered. Ik had anders dood geweest. Ik had dit niet verwacht. Ik kwam net uit de slaapkamer. Ik was net bij Sanne. Gaat het goed met Sanne? Is alles goed met haar? Met haar wel. Ze heeft volgens mij helemaal niet door wat hier gebeurt. Mijn dank is groot, Bart. Mijn dank is groot. Geen probleem, koning. Alles voor Yennava. Waar heb je dit geleerd? Je bent een goede strijder. In ieder geval niet in de Black Gate. Die koning, die generaal Meinert is te zwak. Die heeft mij niks bij kunnen leren. Misschien heb je ook wel een punt. Hij zal daarom ook inderdaad nooit koning worden. Oké, loop even mee. We gaan even praten. Luister. Je hebt me echt gered. Ik had anders 100% dood geweest. Deze gasten, ze komen maar terug. Ze blijven maar terugkomen. Ik weet niet wie erachter zit, door wie ze continu gestuurd worden. Maar het zijn gasten die Yennava kapot willen hebben. En die mij dood willen hebben. Dat is één ding wat zeker is. Luister. Verschrikkelijk volk. Ik heb een goede strijder nodig, zoals jij. Als leider van Fort Voorland. Iemand die Fort Voorland kan leiden. En die alle criminelen bang kunnen maken die daar zijn. Dat zijn mensen. Die verschrikkelijke dingen hebben gedaan. Verraders zitten daar. Moordenaars die hele dorpen hebben afgeslacht. Onder andere ook kinderen. Ik heb iemand nodig die autoriteit uitstraalt. En die zelfs de allerergste criminelen onder zijn vinger kan drukken. Ben jij zo iemand, Bart? Ja, maar... generaal... nee, natuurlijk, koningsamal. Ik... ja, voor Fort Voorland heb ik iemand nodig. Ja, nee, zeker weten. Koningsamal, maakt u zich geen zorgen. Je zal samen moeten strijden met Meinert om Yennava een betere wereld te maken. Generaal Meinert van de Koninklijke Wacht. En jij van Fort Voorland, wat ook een heel erg belangrijke taak is. Ga je deze taak aannemen, ja of nee? Koningsamal, ik zal hun martelen tot aan het bord, bot. Het maakt me niet uit. Ik zal strijden voor Yennava en voor Fort Voorland. Zo wil ik het horen. Dan ben jij bij deze, de leider van Fort Voorland. Mannen, span jullie bogen. Wat heeft dit te betekenen, Meinert? Waarom span je die bogen en waarom waren jullie er niet om mij te beschermen? Is dit hoogverraad, Meinert? Hoogverraad? Dit is zeker geen hoogverraad. Het is wel hoogverraad, maar niet van mij. Het is hoogverraad van die Bart. Hij heeft me achtergelaten.
bij wat? Rovers, midden in een gevecht. U ziet hoe gewond ik ben, Jamal. Wat? Dat is onzin! Bat heeft mij gered van een terroristische aanslag. Hè? Ik ben net aangevallen door die zwarte mannen en jullie waren er niet bij. Hij heeft mij gered. Maak dat je wegkomt, Meinert. Maak dat je wegkomt. Ik spreek jou nog wel. Maak dat je wegkomt. En Bat, hij is leider van Fort Voorland. Jamal, hier ga je spijt van krijgen. Mannen, meekomen.